Hallo mensen. Welkom na een lange tijd bij een nieuwe video van FreePlayFall. Dit is niet zomaar een video, hè? Echt niet? Nee, totaal niet. Gaan we een beetje bier Weet je halen? waarom? Een beetje bier? Nee, het is nog veel spannender. We Twee gaan bekers bier dus. de discuswedstrijd doen in de Nintendo X'n Cats beker. Dus nog bier dus. Als jij dat zo ziet. Voor mij is een bokaal slash beker gewoon drinken. De Nintendox beker. Zoals je ziet, is het zo ingedeeld. Wij gaan naar de allerhoogste die we nog nooit hebben gespeeld. Zo, kijk. Dit is de Nintendox beker. Wow, welkom iedereen. Ted hier. En het is zover. Het is tijd voor de discuswedstrijd in de Nintendox beker. Ik Wow! kom hier Deze zien. wedstrijd is hier niet zomaar één. In de ultieme krachtmeting gaat het tussen de allerbeste puppies. Kenners zeggen dat het wel eens team zou kunnen zijn met een baasje Stan. Nou, dat is ook gewoon zo, want we zijn de Stan. beste. Nu gaat het er ontspannen. Wie is het beste voorbereid? Wie trekt er aan het langste eind? We gaan het zien! Stan. Wat jij nog wel op? Ik lees wel even punten voor. Ja, doe jij dat maar. 0-0-0. Ja, bedankt dat je ons zo intimideert. Wow, de eerste worp in de Nintendox en Cats beker. Dit is een slordige 12 punten maar. Een slordige 12 punten, maar het Gelijk, is. gelijke stand. Iedereen gelijke stand zelfs. 22 om. 20 om. 20, oh shit. Gooi verder, Stan. Gooi harder. Gooi verder. Gooi. Negen punten. 30 punten, we staan nog tweede, de gedeeld tweede. Ik hoor hier een gans. Oh nee, mis. Mis. Verloren. Tweede, verloren. Laatste. Shit. Nou ja, jammer dan. Afgelopen uit, over. We gaan ook direct door naar het uitreiken van de prijs. Ik wil het niet zien. Derde plaats. Nou. Bedoel is dat? Ja. Dan moet je hoofd een beetje gaan africhten. Ja, echt hè? Ja, het is allemaal zijn schuld. Hij had gewoon beter moeten spelen. Misschien zijn we nog niet klaar voor de Nintendox en Cats wedstrijd beker. Nintendox beker eigenlijk. Daarmee is de wedstrijd in de Nintendox beker ten einde. Bedankt, deelnemers, bedankt. Dik, tot ziens. Nou, ik Kijkers. voel me toch echt verloren nu. Omdat ik verloren heb. Timmy ook. Nou, hij krijgt hij vanavond geen koekje. Nou, vooruit dan maar. Hij krijgt dan nu Staan een nu met koekje. veel te weinig hard tegen. Schiet je hond af en voer hem als fles aan de andere ronde. Wil je nog dat hij een keer de Nintendox beker gaat winnen? Nee. Ik wil eten. Nou, we geven hem één koekje. Anders had hij er wel miljoenen gehad. Staan, rustig. Wat gaan we nu doen? Iedereen ligt er maar gewoon een beetje dood bij. Behalve Fini dan. Hij heeft gewoon geen idee wat er gebeurd is. Laten we dat zo houden. Het is tragisch, maar ja, De serie gaat zo gaat stoppen. het. Toch? Nee, Nee. dat heb ik nooit gezegd. Nee, echt? Nee, joh, ik weet niet wat Sorry. jij bedenkt. Ik keek laatst nog naar een weddenschap op YouTube. Ja. Zo'n hang. Denk je echt dat wij dat gaan riskeren? Misschien. Ooit eens. Laten we dan meteen een hele auto verloten om de eerste 10 subscribers met de beste uitdaging voor ons. Denk je echt dat we een Nintendo. Nee, joh. Voelen ons verloren, is dat dan niet genoeg? We zijn er niet bij en dat is vervelend. We waren er wel bij. En dat is vervelend. Ga maar voetballen of zo. Gooi een boemerang naar een kop toe. Kijk, zie je, dat is hoe goed hij is.
Nou, wat zullen we doen? Zullen we ja, uitlaten, winkelen. Ja. Even kijken wat het allemaal tweedehands dingen. Hondenworst. Kijk, zo arm zijn we nu omdat we de Nintendo speaker hebben verloren. Materieel omruilen nog wel, hè? Ja, echt, hè. Even kijken, wat zullen we verkopen? Hond. Zullen we onze discus verkopen? Ja. Ja, we verkopen maar gewoon. Tot ziens, hij is verkocht. Sorry, maar deze vernedering kunnen we zo niet aan. Als we die discus zien, oeh, dan denk ik wel gelijk aan dat. Is pas zo... in een boemerang, dat is leuker. Ja, maar dat is ook een beetje vernederend, want dat erop lijkt. Kijk, hij moet de nieuwe. Is er ook een boemerangwedstrijd of zo? Misschien kunnen we daar wel de Nintendo speaker van winnen. Ja! Psych! Waarom kan hij niet gewoon recht naar voren? Ha! Psych! Dit is waarom ik honden wil. Ik wil een slang als huisdier. Want dat nou weer? Kan ik leuk mijn broertje mee laten schrikken? Oh, kan met een hond ook, als je maar de goede kiest. Mag ik er... Een knuffelhond. Scheuren maar stukken. Nee, zo zijn ze niet. Ze zijn lief. Ze zijn afgetraind. Als ze nou eens konden winnen. First person, first person. Ja, waarom zitten hier die honden me steeds aan te vallen? Weet ze niet dat dit een duur wagentje is? Rij naar de keuken. Waarom daar? Oh, je wil de honden daar naartoe lokken zodat... Nee. Zo ver gaan we nog niet. Nou, dan pakken we maar weer de helikopter erbij. Opruimen. Hij is opgeruimd. Zullen we er muziek bij halen? Trieste muziek. Ja. Ik was dat weer 4 toch? 3 toch? De 3. Luister hier goed naar. Dan weet je hoe we ons voelen. Te vrolijk. Oké, Stan is aan het wakker worden. Dit was tijdens de Nintendo speaker. En dit was na de Nintendo speaker. We doen even een hele enge. Hoe kunnen zij nog vrolijk zijn? Deze stand inderdaad groot gelijk van deze muziek. Ja, ik ook gewoon zwaar gedepressief. Seert. Sorry, ik hou ermee op. Als je verdrietig moet muziek moet opzetten, zet Justin Bieber op. Nee, zo ver gaan we nog niet. Oké. Kluiven aan een rubberen band. Dat is het niveau waar we nu zitten. Tot ziens, beste mensen. Ja, sterkte dan.